Hallo en welkom bij Short Talks. Deze week, acteur Pierre Bokma. Maar ik zou niet als acteur iemand, een acteur begeleiden. En in onze Yellow Carpet rubriek ontdekken we nieuw Nederlands filmtalent. Pierre, welkom bij Short Talks. Nou, iedere keer dat je op het podium staat, speel je op dezelfde manier als de laatste voorstelling? Dat hangt af wat je bedoelt met manier. Maar ik speel nooit hetzelfde. Waarom niet? Omdat je anders niet meer speelt. Dan imiteer je de keer daarvoor. En dat is geen spelen. Acteren is geen imiteren? Nee. Wat is het dan? Heet dan het imitatie. Dan heet het imiteren. Maar het is acteren. En dat betekent dat je de werkelijkheid die je in je voelt, die er niet is, toch zo brengt dat iedereen op dat moment gelooft dat de werkelijkheid zich voor zijn neus afspeelt. Dus moet je elke keer iets anders doen. Reizigers in de Nacht gaat over het maken van contact en over hoe eng het soms is om mensen te vertrouwen. Dus dat je daarin soms een risico moet nemen. Ik heb besloten om de film zonder dialoog te maken, omdat ik eigenlijk heel graag een dansfilm wilde maken. Dat was het beginpunt. En op een gegeven moment heb ik besloten om het... de film is niet echt meer een dansfilm geworden, want narratief is toch belangrijker geworden. Maar ja, dat was het beginpunt eigenlijk. Ik zie mezelf niet per se als Bosnische of Nederlandse filmmaker. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat Bosnische films zijn vaak wat poëtischer dan Nederlandse films, over het algemeen. Die inspireren mij wel heel erg. Ja. Lekker eten, maar niet morsen. Ja, De Kleinzoon is een zwarte komedie. Het gaat eigenlijk over een man die onverwacht bezoek krijgt van zijn kleinzoon Jacco. En ja, vanaf dan slaat de stemming een beetje om. Het is eigenlijk een film met onverwachte plotwendingen. Ik was eigenlijk bezig met een ander verhaal. Wat ging over een jongetje dat voor het eerst in aanraking komt met de dood wanneer zijn huisdiertje overlijdt. Ik denk maar dat verhaal liep een beetje vast, kwam er niet uit. Maar ik wilde toch graag iets doen met een jongetje die iets deed met de dood als thematiek. En toen kwam ik toch snel uit op iets met een bejaard iemand erbij. De begrafenis zou ook al mooi zijn. Veel bloemen en zo. Wel wat saai door de mensen die te lange speeches geven. Nooit leuk. Ja, ik hou wel van spanning als genre, maar ik vind het ook altijd heel tof om in films meerdere genres door elkaar te doen. Dus hier zit een beetje humor in en ook spanning. En ik vind dat het gaaf als het door elkaar heen gaat. En dat het niet gelijk een bepaald genre is, zeg maar. Dus daar probeer ik altijd wel mee te spelen in mijn films. Dus dat vind ik heel tof. Wat denk je van de manier hoe filmacteurs spelen in Nederland? Erg gehoorzaam. Wat ik jammer vind. En niet altijd lef genoeg om naar zichzelf te luisteren. En dus heel veel vaak imiteren van wat ze in andere films goed vinden. Heb je ooit gedacht om achter de camera te gaan staan als regisseur? Ja. Ja? Heel kort antwoord. Ja, heb ik over gedacht, ja. Zou je dan acteurs op een andere manier leiden, omdat je zelf acteur bent? Nou, wat ik niet zou doen, ik zou wel met name mijn, als ik dat zo kan uitdrukken, mijn liefde voor acteren gebruiken. Maar ik zou niet als acteur iemand, een acteur begeleiden. Ik zou proberen op afstand te blijven. Ik denk dat in veel gevallen, of met alle gevallen van een regisseur, een voordeel is. Dus wanneer kunnen we een film van jou zien? Geen idee, we kunnen helemaal niks zolang men niet eens weet dat ik het wil. Nou Pierre, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Graag gedaan.